Yo, ik loop nu naar huis. Naar mama. En ik liet net even mijn knotje los. Want hey, ik had mijn haar heel tijd in een knot. En dat moet altijd even los. Even om te ademen. Maar in ieder geval, wat ik bijzonder vind is. Als je je in verschillende gedaantes verkleedt. Dan kun je herkennen hoe mensen op je reageren. Dus ook net als die tieners. Onrespectvolle paarden straks. Ik vond ze onrespectvol. Het mooie is, als ze me dan anders zien. Hoe gaan ze dan reageren, toch? Maar een jongen. De Bart, die was slim. Die was stilletjes. En dan had je die andere, die dan loog over zijn naam een paar keer. Dus die deed zijn best. Maar ik weet niet zo goed of hij nou een beetje, hoe noem je dat, sarcastisch bezig was. Want dat kan ook. En ja, China Boy was wat rustiger. Maar China Boy, ik dacht net, jouw foto die je net zocht met ons erop, die is geld waard. Maar als je hem kwijt bent, ja, dan ben je hem kwijt. Helaas voor je. En dan hebben we, oh ja, de ladies man. Hey, hij heeft te veel naar Rihanna geluisterd, Rude Boy. So brothers, peace out. Misschien kom ik je nog tegen, misschien niet. Maar hey, je was onrespectvol. Dus ik zal je niet meer willen aanspreken. Dat heb ik nu net bedacht. Dank je daarvoor. China Boy, jij mag komen. Bartje, zeker. Die andere, nah, doe maar niet. Bart en die andere twee, China Boy. You too. Peace out. And the others, go and learn something. Ciao, ciao.